Jongens, Japans. Ja, mijn neefjes moesten en zouden een keer sushi eten. Dus neemt tante Marie-Louise ze mee naar een echt sushi-restaurant. En het mag wat kosten, hoor. Aha, alsjeblieft. Wat is dit? Is dit sushi? Nee, dit is een warm, nat doekje om de handen mee te reinigen. Ah, dat dacht ik al. We gaan geen klamme washand opvreten, hè? Gooi maar weg, gooi maar weg. Dit is wel sushi. Kijk, jongens, een plak rijst met een stukje vis en dan heel duur. En dit is sashimi. Ja, sashimi, dat weet ik toch. En wat is die groene derry? Zeewier. Zeewier? Dat gaan we niet eten, hoop ik. Zeewier is een delicatesse. Oh ja, dat is goed dat je het erbij zegt. En wat is dit? Stokjes. Stokjes? In Japan eten ze met stokjes. Ja. Maar we zijn nu hier in Breukelen, dus doe ons maar heel snel mes en vork. Hup, 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 hup. Oh, wacht. Jonge dame, de sushi is koud. Dat hoort zo. De rijstwijn is warm, de soep is warm, de sushi koud. Dat hoort zo, dat hoort zo. Wacht, wacht. Mevrouw, heeft u ook saus? Mijn neefjes willen saus. Jawel. Sojasaus en vissaus, wasabi. Wasabi wat? Wasabi, dat groene. Ja, maar ik bedoel echte saus. Ik bedoel mayonaise. Ketchup en mosterd. Dat willen we, hè? Maar mevrouw, dat past toch niet bij Japans eten? Ja, dat klopt. Uw eten is veel te Japans. En daar was ik al bang voor. Mevrouw Marie-Louise Roodhuizen de Vries van de Waalbaken tot van der Goes van Naters. Ja, klopt. Dat is voor ons. Kom maar door. Yes. Patat, frikandellen en kroketjes. Dankjewel. Doei, doei. Dankjewel. Ah, oh, jongens, aanvallen. Mevrouw, u kunt toch niet friet eten in een Japans restaurant? Juist wel. Dat is toch juist leuk. Oost meets West. Uitwisseling van culturen. Ah, oh, jongens. Lekker, hè, Japans. Mm. Oh, echt een delicatesse, dit. Oh.